laminaat leggen heeft moeilijkheidsgraad 2. Eén persoon kan in 8 uur ongeveer 20 vierkante meter leggen. Met z'n tweeën gaat het makkelijker. Tel er nog 48 uur bij op voor het acclimatiseren van het laminaat. De afzonderlijke onderdelen. De ondergrond moet voorbereid worden. Dan begint het leggen. Wij laten je ook de werkwijze zien bij oneffenheden in de muur, verwarmingsbuizen of deurkozijnen. Je hebt het volgende materiaal nodig. Genoeg laminaatplanken. Neem 5% meer in verband met zaagverlies. Een ondervloer met een geïntegreerd dampscherm. Plinten en profielen, bijvoorbeeld voor ruimteovergangen. De vloer moet droog en vlak zijn. In de ruimte mag de restvochtigheid de voorgeschreven waarde voor je laminaat niet overschrijden. Mocht je vloer zo oneffen zijn dat er meer dan 3 mm per strekkende meter verschil in zit, dan moet je eerst met plamuur egaliseren. Wij gebruiken hier een ondervloer met een geïntegreerd vochtscherm. Deze zorgt voor de egalisatie van oneffenheden tot 1,5 mm en reduceert het contactgeluid. De ondervloer rol je uit op de foliekant en knip je in de lengte van de kamer op maat. Let erop dat de kant met de overlappende dampwerende folie de ruimte inwijst en niet naar de muur. De tweede baan schuif je onder de overlappende folie van de eerste baan en je plakt beide banen aan elkaar met de aanwezige plakstrip. Wij gebruiken een afdicht- en afstandsband om de dampwerende folie aan de randen af te dichten en om eenvoudig een dilatatievoeg te laten ontstaan. Deze wordt gebruikt bij hoge plinten. De afstandsband wordt vastgeplakt op de twee stootwanden. Welke dat zijn hangt af van de legrichting van je laminaat. Bij ons laminaat beginnen we in de linkerhoek, omdat beide veren naar de muur moeten wijzen. Dus komt de afstandsband op deze beide muren. De afdichtband komt op de beide andere muren. Druk de band met het afstandsschuim in de hoek tegen de muur en trek dan langzaam de folie van de plakstrip af. In de hoeken moet je met de schaar in de onderkant van de band knippen om deze goed te kunnen vastmaken. Na het leggen van je ondervloer moet je laminaat nog acclimatiseren. Daarvoor leg je de gesloten pakken op minstens 50 cm afstand van de muur in de ruimte waar je het gaat leggen. Voor jou betekent dat een pauze van minimaal 48 uur. Kijk eens goed naar je planken. Is de veer aan de lange zijde breder dan 2 mm, dan moet deze er in de eerste rij vanaf worden gezaagd. Anders dekt de plint het laminaat niet volledig af. Controleer voor het leggen of er aan het einde een zeer smalle rij zal overblijven. Blijft er aan het einde een strook van 5 cm of minder over, zaag dan de eerste rij wat smaller. Dat maakt het je later makkelijker. Pak uit minstens 3 pakken afwisselend een plank. Daardoor zal het uiteindelijke totaalbeeld er gelijkmatiger uitzien. De eerste plank leg je direct tegen de afstandsband. De volgende plank leg je schuin tegen de korte kant van de eerste plank en duw je naar beneden. Zodra je het einde van de eerste rij bereikt, moet je een plank op maat snijden. Draai daarvoor de plank 180 graden in de lengte en leg deze tegen de muur. Omdat wij aan deze kant geen afstandsband hebben, moet je 10 mm afstand van de muur aanhouden. Met het overgebleven stuk begin je nu weer je volgende rij. Let erop dat tussen het uiteinde van de vorige rij een afstand van minstens 1/3 van de lengte van de plank zit. Dit noemt men verspringende voegen. De tweede laminaatrij leg je eerst helemaal voordat je deze verbindt met de eerste rij.
Daarvoor leg je de planken weer schuin tegen de korte zijde en duwt ze naar beneden. Nu schuif je de hele tweede rij naar de eerste rij en tilt hem op en klikt hem dan aan de eerste rij vast. Bij muuroneffenheden leg je de plank tegen de muur en meet je de grootste afstand tot de muur. Deze afstand neem je over op een houten plankje. Boor dan een passend gat, steek er een potlood door en ga met het blokje langs de muur. Bij verwarmingsbuizen of andere obstakels duw je met de kopse kant tegen de buizen en neem je de middelpunten over op de dessinkant. Daarna leg je de plank aan de zijkant en neem je over op welke hoogte de buizen zitten. Met een schrijfhaak teken je af waar de lijnen samenkomen. Hier moet de zwelruimte ten opzichte van de buis in acht genomen worden, net zoals bij de muren. Je gatenboor heeft dus de afmeting buisdiameter plus 2 keer 10 mm dilatatievoeg. Om de buizen door de plank in de vloer te laten lopen, zaag je nu met een fijngetande zaag de kortste route door het hout. Op de zaagranden breng je parketlijm aan. Bij deurkozijnen zaag je het laminaat op maat. Daarvoor leg je de plank tegen het kozijn en neem je de benodigde afstand over, inclusief de dilatatievoeg. Bij grote ruimtes die meer dan 10 meter lang en 8 meter breed zijn, moet je in het midden van de ruimte extra dilatatievoegen plaatsen. Bij de laatste rij leg je twee planken op elkaar op de voorlaatste plank. Schuif de bovenste plank tegen de muur, daarbij rekening houdend met de dilatatievoeg. En neem zo de juiste maat over voor je plank. De laatste rij leg je weer schuin tegen de zijkant en duw je dan naar beneden. Voor overgangen naar andere vloerbedekkingen zijn er overgangsprofielen. Deze kan je op het laminaat vastplakken of met de bijgevoegde pluggen in de vloer verankeren. Bij vloerverwarming moet je profielen vastplakken. De dilatatievoeg aan de rand dek je af met plinten. Nu nog rozetten rond de verwarmingsbuizen en je vloer is klaar. Meer tips en informatie vind je in dit overzicht. Ga je nog meer projecten uitvoeren? Abonneer je dan nu op Hornbach en mis niets. Nou, tot het volgende project met het Hornbach Helden Advies.